In de Bieb van Reuver werd zondag aandacht besteed aan de Boekenweek. Er waren verschillende activiteiten. Een interview met een schrijver, een workshop stiftgedichten maken, voorlezen voor kinderen. Koos Fransen die doet nog voor de Harry Potter boeken een hele interessante workshop daarvoor. Er is een dialectquiz voor het Reuvers-Bezels dialect, waar mensen aan kunnen meedoen. Vol programma van 1 tot half 5. Schrijfster Lisa Weda werd geïnterviewd. Zij schreef het boek Alexandra over haar Oekraïense familiegeschiedenis. Mijn oma die begon, denk ik, toen ik, wat zou het zijn, 23 was, te vertellen over dat ze Oostarbeiterin was geweest. En toen ben ik door gaan vragen. Want hoe was het dan als jong meisje in Oost-Oekraïne, dat was toen Sovjet-Oekraïne, om daar te wonen in de tijd van Stalin. Haar ouders waren boeren die hun land moesten afstaan aan de staat in de jaren 30 onder andere. Die hebben een grote hongersnood geleden ook. En ik ben toen meer gaan vragen en op een gegeven moment ben ik steeds meer naar Oekraïne gaan reizen, onderzoek gaan doen. Ging ik met al dat onderzoek weer terug naar mijn oma. Zij woont in Dordrecht en liet ik foto's zien. Ik ben met de trein helemaal door Oekraïne gereisd. En zo heeft ze me af en toe inderdaad naar Oekraïne gestuurd om verhalen te zoeken en te vinden. Het boek kwam uit in oktober 2021, net voordat de Russische invasie begon. En toen wilde iedereen het boek lezen. Het is altijd bedoeld als een grote uitleg over de Oekraïnse geschiedenis, maar vooral over hoe het is om in een familie te wonen waar heel veel verschillende politieke krachten invloed op hebben. Ik heb heel veel geleerd over een land waarvan heel veel mensen denk ik niet eens wisten dat het in Europa ligt. Ik heb heel veel geleerd over mijn familiegeschiedenis. Ik heb heel veel geleerd over de Stalin-terreur. Ik heb heel veel geleerd over dat ik nog meer wil schrijven over dit gebied. En ik heb denk ik ook een stukje van mijn eigen, dat klinkt een beetje suf, maar van mijn eigen identiteit ontdekt. Ik ben altijd best wel koppig en vrij emotioneel. In Nederland zijn we, tenminste waar ik kom van boven de rivieren, zijn we gewend om zo een beetje te sussen en niet te veel met de vuist op tafel te slaan. In mijn familie gebeurt dat wel. En het is heel prettig om te weten dat dat ergens vandaan komt. En dat je altijd heel goed en lekker kan eten. De oorlog lijkt nog niet voorbij. Weda volgt het nieuws op de voet. En ik ben vooral benieuwd hoe lang het nog zal duren. Want ik denk dat dit nog heel lang aan kan houden. Ik vraag me af. Rusland is nu volgens mij een nieuwe set van burgers aan het mobiliseren. Dus dat betekent dat er een volgende golf komt van geweld. En ik denk dat ze dat best lang vol kunnen houden, want het is een heel groot land met heel veel mensen. En Poetin lijkt niet heel veel te geven om zijn burgers. Dus ja. Inmiddels zijn er 65.000 exemplaren verkocht van haar boek en is het vertaald naar 8 landen. En naar verwachting komt daar Japan ook nog bij. In 2024 volgt er een nieuw boek. Dat wordt een politieke roman.